De binnenstad van Dordrecht is niet aantrekkelijk voor winkeliers. Dat staat in een recent verschenen onderzoek. Dordt staat op plek 35. In de meeste gevallen is het natuurlijk overleg over dit soort onderzoeken dat het plaatsvindt. Dat je daar ook kunt voorbereiden, dat je een gesprek met die mensen hebt. Dit komt wel een beetje uit de lucht vallen, moet ik zeggen. Ook een aantal steden met elkaar vergeleken, waarvan wij de relevantie een beetje missen, eerlijk gezegd. Dordrecht is een van de steden met een historische binnenstad. Nou ja, die zijn er niet zo heel erg veel. Toch neemt Sleking zijn onderzoek wel serieus. Hij wil de gegevens gebruiken bij toekomstige onderzoeken naar de aantrekkelijkheid van de stad. Iets waar voortdurend aan wordt gewerkt. Ja, we hebben de afgelopen jaren veel werk gemaakt in gastvrijheid, marketing. Een compactere binnenstad zijn de eerste aanzetten toegegeven. We hebben ook een extern expertteam opdracht gegeven om aan te geven waar de toekomst voor de vitale binnenstad ligt. Nou, daar ligt bijvoorbeeld ook het verzamelen van data als het gaat om consumenten. Wat voor gedrag vertonen consumenten? En hoe kun je daar als binnenstad nog effectiever op inspelen? Ja, dat is wel een element dat overeenkomt uit dit rapport. Ook het streven naar een meer compacte kernwinkelgebied. Waar wij ook tot de conclusie komen dat we eigenlijk te veel detailmeters hebben. Waar we eerder het voorstel hebben gedaan om in die voorstraat ook functiemenging toe te staan. Dus niet alleen maar winkels, maar ook dienstverlening. En eigenlijk wilden we ook bepaalde delen van de voorstraat wonen op de begane grond mogelijk maken. Ja, daarvan hebben de investeerders toen hier in de stad gezegd, dat gaat ons nog te snel. Wij willen nog even die detailhandelfuncties in stand houden. Maar wij denken dat het toch uiteindelijk het resultaat zal zijn dat het kernwinkelgebied compacter moet.